De provinciale dijk, de N381 tussen Jesterwoude en het Drentse Smilde, is dit weekend dicht vanwege werkzaamheden. De grootste klus is een fietstunnel bij de Kraaiheide Polen in Appelskeer. In totaal moeten er 20 tunnels online worden dit weekend. Nou, we hebben één fietstunnel onderlees, 20 doekers. Dus dat houdt in ja, het wetter weer onder de N381 terugkennen. Maar ik werd de beesten weer onder de N381 terugkennen. Dus ja, daar leed ik fauna doekers aan, ecodoekers. Dus ja, er zit van alles in. Zo'n 100 bouwers werken tagelijk onder tunnels. Het werk iet dag en nacht terug. De werkzaamheden lezen mooi terug het mooie waar op schema. De dijk is over een lengte van 8 kilometer afsletten. Het verkeer wordt omlaat. Nou, het is oerlen zelfs wel een beetje drukker. Maar ja, dat ken ik net al eens. Ja, dat je het al heel beheerst, je het al heel rustig. Dus wij krijgen er weinig klachten over. Maandagmorgen giet de N381 weer iepen. Het werk onder de dijk van Jesterwoude naar de grens met Drenthe met 1 november hielendal klaar wezen.